Bedankt aan de organisatoren om ons uit te nodigen. Ik ga kort beginnen met ons kantoor voor te stellen. Twee partners en in totaal een tiental medewerkers, middelgroot bureau. Groot leeftijdsverschil, ik ben 53, mijn vernoten is 20 jaar jong. Dus je zou kunnen zeggen, een dynamische jonge geest in combinatie met ervaring. En dat lukt wel aardig. Het is een beeldje uit ons bureau. We hebben een heel groot kantoor, een oude loft van bijna 500 vierkante meter. Dus plaats zat voor tapijten, grote luchters, piano's en ook wat culturele activiteiten, modeshows, huisconcerten en dergelijke meer. Wat is ons mission statement? Het staat nog in het Engels, want ik geef deze lezing ook wat in verschillende talen. Is dat we ons eigenlijk beginnen afvragen waar architectuur, stedenbouw en ontwikkeling van gebouwde ruimte en vastgoed vandaag nog over gaan. In het licht van de ecologische spanningsvelden waarbinnen wij vandaag leven en ons beroep uitoefenen. We denken eigenlijk dat iedereen die, of het nu om een vastgoedontwikkelaar of een stedenbouwkundige of een architect gaat, dat we eigenlijk een soort van space doctors zijn die bezig zijn met het bedenken en vormgeven van de aanwezigheid van de mens als soort op een planeet. Vanuit het besef dat we stilaan geconfronteerd worden met het idee dat de aarde niet van ons is. Wij zijn een van de soorten, hooguit een iets beter ontwikkelde aap. Die moeten gedijen in symbiose met de andere levensvormen op die planeet. En we vergeten dat. En economische druk maakt het ons ook steeds moeilijker om dat te blijven zien. En als ruimte schaars is, dan is het belang van het stuk dat we bouwen en innemen met onze soort, dan neemt dat belang alleen maar toe. En je zou kunnen zeggen, als we even uitzoomen, hè, vandaag zijn we net sinds een paar maanden met iets meer dan 7 miljard mensen. We zouden, als iedereen onze levensstandaard zou hebben, en ze willen dat, en ze hebben daar eigenlijk ook wel recht op, we kunnen hen dat niet ontzeggen, hebben we 4 planeten nodig. En als we alle Kyoto en andere protocollen vandaag zouden met succes halen, en we doen 10-20% van onze verbruiks- en grondverbruik en footprint en CO2 en alle andere toestanden af, dan hebben we misschien geen 4 nodig vandaag, maar 3,5. 3,2, 3,1, maar echt. We hebben nog altijd 2-3 tekort, dus het klopt niet. De rekening klopt vandaag al niet. En de overshoot day is elk jaar een beetje verwoord. Dat we de beschikbare resources voor dat jaar opruiken, die valt dit jaar al ergens tussen juli en augustus. De rest van de maanden leven we op krediet. En elk jaar nemen we meer en meer krediet op. Binnen 70 jaar, we zijn de eerste generatie, namelijk die binnen 1 mensenleven, het aarde, het aardoppervlak, de bevolking zal zien verdubbelen in aantal. Zijn we met 13 miljard mensen en zullen we, als we niks doen, 8 planeten nodig hebben. Wat we eigenlijk niet willen beseffen, en wat we ook zelden lezen in de pers, is dat we eigenlijk niet meer in een economische crisis beland zijn. We zijn in een fundamentele mutatie beland. Einde van het tijdperk van de groei. Economische groei is een absurd concept als je denkt dat de oneindige toename van de omzet van goederen en diensten kan blijven duren op een domein dat niet oneindig is. Want omzet van goederen en diensten heeft een ruimtelijke impact. En alles is eigenlijk ooit al begonnen met het besef dat die ene vierkante meter aarde waarop zonlicht valt het enige is wat we ooit gehad hebben als batterij. De aardolie die we nu hebben is ooit 1 vierkante meter aarde geweest waar zonlicht opviel en chlorofiel en planten maakte die dan zijn beginnen rotten en petroleum zijn geworden een paar honderdduizend jaar later. En elke zonnebatterij, elke zonneboiler, elke korrel graan, elke morsel energie die wij ergens vandaan halen komt eigenlijk van een vierkante meter aarde waar zonlicht opgevallen is. Dus grondgebruik is cruciaal. Is veel belangrijker dan energie, klimaat, CO2, water en dat hoor je dus niet, hè. Als we dus niet oppassen, en daarom heb ik het in vet gezet, zijn we momenteel met z'n allen bezig om de meest klimaatvriendelijke, CO2-neutrale manier te vinden om de hele planeet naar de verdoemenis te bouwen. Want de biodiversiteit gaat nog steeds versneld achteruit. Maar we doen het wel proper en groen. Maar het is allemaal van ons. En dat hoor ik niet. Dat we gewoon met 4 keer te veel zijn vandaag. Dat we dus dringend allemaal aan de pil moeten of aan andere vormen van contraceptie. Dat we gestructureerde denataliteit moeten handhaven op planetaire schaal, is een politieke keuze waar wij als ontwerpers niet veel aan kunnen doen, maar die gaat eigenlijk nog voor alles. Wat wij ondertussen kunnen doen,
nadenken over het invullen van ruimte. Want wij zijn de tanden waarmee de mensheid de planeet opeet. Dat zijn de mensen die grond gebruiken. De ontwerpers. Wij zijn de eersten die zouden kunnen gaan dwarsliggen. Politiek zal het niet doen. Ik heb ooit de minister van Milieu horen zeggen: ik weet perfect wat er nodig is om de planeet te redden, maar als ik dat ooit durf zeggen, word ik nooit meer verkozen. Die boodschap is echt nog niet verkoopbaar op maatschappelijk vlak om daar een meerderheid op te bouwen. Dus wij zijn eigenlijk verantwoordelijk, wij zijn de voorhoede. En we weten ondertussen uit studies dat een ecosysteem overleeft als 15-25% niet gebruikt wordt door de dominante soort. In caso zijn dat wel de mensen. Dus we bedringen nood aan mensenvrije ruimte. En het stuk dat we dan nog wel innemen, daar moeten we meer op doen op minder plaats. En dus wordt architectuurkwaliteit, densiteit, stedenbouwkundige kwaliteit van ecologisch cruciaal belang. Ons beroep gaat steeds minder over vormgevingskwaliteit en steeds minder over esthetiek en steeds meer over survival. Dat betekent dat we moeten stoppen met romantisch naar ecologische problemen te kijken. Ik ga niks zeggen over het woordje dualisme, want dan zijn we een uur bezig. Behalve misschien dat het concept van de hele werkelijkheid op te knippen in materie en geest, lichaam en ziel, aarde en hemel, nogal nefast is. Want als bij toeval ligt alles wat je aan de linkerkant ziet in het immanente, dat is het lichaam, dat is de aarde, dat is de materie, ligt aan de ene kant in het transcendente, het waardevolle, dat is dan de geest en de hemel. Dat is allemaal waardevol, maar onzichtbaar en elders. En alles wat hier is, mag je bezitten, verkopen, exploiteren en winst opmaken. Dus dualisme is de oerbron van ons ecologisch wangedrag. Als we die werkelijkheid niet in twee stukken knippen, maar beseffen dat het één groot spul is waar we niks van begrijpen, zouden we misschien spontaner een beetje voorzichtiger mee omgaan. En zou ook de romantiek van de ecologie misschien een beetje dalen. Hè? Een vegetariër in een jeep heeft een lagere economische footprint dan een vleeseter op een fiets. De gemiddelde footprint van een huisdier, een hond, is even groot dan die van een zware 4x4. Maar die 4x4 zijn banden worden wel door de groene jongens platgestoken en die honden, dat doet men niks meer. Maar die hebben ook een dierenspeciaalzaak en een hondenkapsalon en een hondenasiel en een veearts en een hondenspeciaal rayon in de grote supermarkten enzovoort enzovoort. Dus we zijn, ofwel moeten we ons hele gedrag kritisch in vraag stellen, inclusief, en dan gaan we straks op inzoomen op ons ruimtegebruik. Ofwel gaan we eraan. Dus als we in de toekomst nog willen bezig zijn met onze dromen te doen uitkomen, te realiseren, dan moeten we misschien eerst heel dringend van onze illusies vanaf geraken. Tot zover deze inleiding. Ik ga even naar Rem Koolhaas springen. Eigenlijk, als we naar België kijken, zie je dat al. België is kapot. België is maar 10 miljoen mensen. Dat past in Parijs, dat past in Brussel. Dat is een kleine wereldstad. We hebben daar een heel land mee kapot verkaar. In Nederland is het een klein beetje beter, maar ook niet veel. Rem Koolhaas heeft in small, medium, large, extra large deze tekenoefening gemaakt. Als Nederland zou gebouwd worden aan Manhattan-densiteit, zeker in de linkse tekening, zou je dat als een soort van vloeistof in een vaas gieten. Dan zou dat puntje rechts onderaan zou de hele Nederlandse gebouwde omgeving zijn. Dus zeggen dat wij hier in West-Europa alles nodig hebben omdat we zogezegd een hoge bevolkingsdichtheid hebben, is klinkklare nonsens. Wij kunnen met veel minder toekomen. Zeker met veel minder ruimte. De rechtse tekening is een grap van hem. Daar heeft hij de hele Nederlandse bevolking in een soort van muur gestoken langs de Belgische grens. Een muur van 1,7 kilometer dik en de hele grens lang. Maar daar past het ook in, als het zou moeten. Te wijze van stijloefening. Dat betekent dus dat we zullen moeten keuzes maken. Het bovenste scenario willen we niet. En dan is het allemaal van ons, maar dan is er ook niks anders meer dan wat we in Vlaanderen Vermettingen noemen. Met vrijstaande huisjes, waar de couchpotatoes zich Lazarus zappen. Van idioot programma naar idioot programma en van vetarme chips naar vetarme nootjes en terug. Dus de vraag is maar op welke planeet we binnenkort willen leven. Hoe proberen we dat in de praktijk om te zetten? We hebben de laatste 5 jaar geen enkel nieuwbouwproject in het buitengebied meer gedaan. We doen vooral een wedstrijd mee die met verdichting te maken hebben. Met brownfields, met vuile stukken vieze industrieterreinen die leegstaan. Urban voids, grote gaten in de stad waar niemand nogal iets mee gedaan heeft de laatste jaren. En met een andere manier van kijken naar erfgoed.
beschermd gebouw op sterk water in een bokaal zetten, en zoals een taxidermist een soort dood dier zou met stro opvullen, is niet onze kijk op erfgoed. Het erfgoed kan alleen maar blijven bestaan als het verandert. Gebouwen die leven veranderen. Dus een beschermmonument is een gebouw dat gecontroleerd moet en mag blijven veranderen. Een ander belangrijk ding is, als dan toch ruimte zo belangrijk is, dan zijn gebouwen en hun esthetiek veel minder belangrijk. En wordt die publieke ruimte veel belangrijker. Als wij dan toch als ontwerpers en als ruimtelijke planners het verschil moeten maken, dan moeten we kijken naar wat een gebouw teruggeeft aan de maatschappij. En dan moeten we werken met het DNA van de plek en niet met de stijlverlangens van de ontwerper of de stijlverlangens van de klant. Je gaat ook geen stijl herkennen in onze gebouwen, wel een aanpak die nogal constant is. Dus voor ons zijn gebouwen en publieke ruimte, stedenbouwkundige ontwerpen en ruimtelijke ontwerpen, geen doelen op zich, maar instrumenten, middelen, om maatschappij vorm te geven en om de aanwezigheid van de mens op de aardkorst vorm te geven. Ik ga eigenlijk maar over één project een beetje langer praten en dan kort een paar andere aanraken, omdat ik maar 45 minuutjes heb en ik ga dat proberen te respecteren, we zijn al op het eind van een lange dag. Het eerste is zo'n brownfield aan het Albertkanaal, iets buiten Antwerpen. Een voormalige Genever stokerij, al 15, 20 jaar niet meer in gebruik, is opgekocht door een antiquaire, Axel Vervoort, die ook een real estate ontwikkelaar is geworden. Die zit vooraan rechts, net voor die silo's, staat nog een gebouwtje. Daarin zit hij nu met zijn toonzalen en zijn binnenhuis, inrichtingsbureau. Hij heeft, in links van de silo's staat er zo een ovaal gebouwtje, dat is dit hier, een rond gebouwtje. In die silo hangt een heel mooie halve klok, een kunstwerk van Anish Kapoor. Man woont op een kasteel, omringd door water, heeft 50 mensen personeel in dienst, heeft eigenlijk heel goed geboord, is als een self-made man begonnen 40 jaar geleden. En heeft een vijftal jaar geleden het plan opgevat om deze site te verdichten, ernstig te verdichten. 60.000, 70.000 vierkante meter mixed use, huisvesting, ondergrondse parking, museum, kantoren, fitness, kantoortoren, nieuwe ateliers voor zijn antiek atelier, een nieuw museum en dergelijke meer. Hij heeft een 20-tal bureaus bekeken, heeft er 10 grondigen bekeken, heeft er 5 bezocht of 6 bezocht, heeft er uiteindelijk 3 uitgenodigd. Dat was Stefan Deel, Hussein Goris en wij. We zijn uitgenodigd op zijn kasteel, met de waterwal er rond, een heel weekend, 3 dagen eigenlijk. Dat was maquettemateriaal, er waren charts, flipcharts, dat was. En we waren daar met de quantity surveyor, met de ingenieurstructuur, met de ingenieurtechniek in de 3 architectenbureaus. We waren daar met een kleine 30 mensen om te brainstormen over de site. Die er eigenlijk niet echt fris uitzag, redelijk afgeleefd. Maar er toch een aantal dingen die te waard waren om te behouden. En waar ook onmiddellijk de vraag zich stelt, wat doe je als nieuwbouw naast zo'n grote jongens? Hè? Die silo's die daar staan, waar ook mooie woningen van kunnen gemaakt worden. En wat we dan gedaan hebben is eigenlijk, en die coördinatietaak zat ook een stukje bij ons bureau, is een masterplan maken en verschillende volumetrieën op de site gaan uitdokteren. Onder andere hier links achteraan zie je de kantoortoren. Centraal zie je een zestal cubes waarvan er een aantal woongebouwen, appartementsgebouwen zijn voor ons. We hebben ook de ondergrondse parkings, 2 niveaus voor de 3 ontwerpzones gezamenlijk gedaan. En je ziet hier in de foto die ik daarnet al eens getoond heb, een fries boven in ons bureau, die versierd is met een 20-tal maquettes van al de verschillende volumetrische studies van dat masterplan, van die ontwikkeling van die site. We hebben ook in 3D-simulaties zichtlijnen volumestudies gedaan. En dit is een beetje dit is onder die klok van Anish Kapoor in dat rondgebouwtje, het ontwerpteam dat toen op de site bezocht, waarmee we die brainstorm gedaan hebben. Stefan Deel, José Goris, Bogdan van Broek Architects. Michel Devigne staat in voor het landschap, studiebureau Guy Mouton uit Gent staat in voor de structuur. Het stukje dat wij gedaan hebben is eigenlijk hier achteraan die continue lijn, de ateliers van Vervoort, werkplaatsen, 4 appartementsblokken, eigenlijk gestapelde woningen. En in het bestaand gebouw rond het Anish Kapoor gebouw, hier komt hier een museum, hier komt een Grand Café, hier komt een wellness. En hierin maken we het klantenonthaal van Axel Vervoort met hier een soort secret garden. De silo's worden door Stefan Deel omgebouwd tot appartementen. Dit is het bestaand gebouwtje waar Axel Vervoort nu in gevestigd is.
Usain voor is, zullen in heel de achterste rij bestaande gebouwen lofts maken. Het zou handig zijn als ik zo'n rood dingetje had om even te wijzen, want ik denk niet dat ik hier... Ja, kunnen jullie die port? Ja, voor voilà, nog beter. Dat makkelijk. Goed. Af en toe zeg ik iets over Vectorworks. Zoals nu, want we werken al 20, 25 jaar met het programma, zelfs nog toen het Minikat en toen het eigenlijk amper. We zijn PC-gebruikers van het eerste uur, gek genoeg, dus we kregen die eerste handleidingen nog met allemaal screenprintjes van een Mac en dan klopte de helft van die menus nog niet. We zijn er toch blijven gebruiken en we zijn er eigenlijk nog steeds tevreden van. Bijvoorbeeld een van de taken die wij hadden was de ondergrondse parking maken onder ons programma, maar ook onder de twee andere bureaus in gebouwen. En wat we ook gedaan hebben, is de globale maatcoördinatie van alle projecten in een masterplan. Dus moesten wij import, export, AutoCAD, DWG, DXF, Vectorworks, van de drie bureaus in een masterplan dat ook op Vectorworks basis draaide, inpluggen. En dat is gelukt, want de werf is ondertussen begonnen. Even inzoomen op ons ontwerp, op de cubes. Dus dat zijn die dingetjes hier waar die pijltjes op staan. Want we vroegen ons dadelijk af natuurlijk, als we in die silo's komen, 30, 40 meter hoog, een toren van appartementen met een riant uitzicht. Wij moeten met nieuwbouw concurreren en eigenlijk hebben we ons dan afgevraagd, we zouden misschien moeten au sérieux nemen wat Jan Modaal in zijn droomvillaatje in het groen gaat zoeken en hem dat op een gestapelde en geschakelde manier geven. Dus geen 30 dezelfde appartementen in extrusie in vier blokjes stoppen. Maar eerder denken aan woningen met een of andere grote veranda of binnen terras of tuin. En met een aantal kwaliteiten zoals relatie tot een tuin, zicht op het kanaal. Er is het concept rooms with a view ontstaan, zowel in de appartementen durf ik het niet noemen, in de duplexwoningen die gestapeld en geschakeld zijn, maar ook in de buitenkamers, de bijna kubisvormige volumes tussen de cubes, tussen de gebouwen in. En dan hebben we eigenlijk een soort van matrix gemaakt, eens we dat masterplan, de positie van die cubes hadden. Een referentie naar Paul Klee is gevallen, wat zowel de buitenruimtes als de binnengebouwen eigenlijk een soort van schakeling van vrijstaande kubussen zijn. We hebben referenties gebruikt naar het werk van Gilbert Garcin, dat moet je eens opzoeken, dat is een gepensioneerde Franse ambtenaar die op zijn 65 plots beroep kunstenaar schitterende collages is beginnen maken. We hebben een matrix gemaakt. Op elke cube hebben we voor de vier gevels een aantal parameters bekeken. Welke stukken van de gevel hebben of hebben geen privacy? Hebben bezonning, hebben uitzicht, hebben relatie met een tuin enzovoort. Om te weten waar we eventueel een living zouden maken, een veranda, een slaapzone of waar er een akoestisch probleem was, want er zat naast die driehoek van die stokerij een plaatslagerij die metalen dekken van boten maakte en dat gebeurt niet zachtjes. Daarnaast hebben we nog een aantal regels opgesteld. Elk appartement zal anders zijn. Elk appartement heeft minstens, of ik zeg opnieuw woning, appartement is fout, heeft minstens twee verdiepingen en minstens drie gevels. Maar ze moeten wel op eenzelfde structuur en op dezelfde set leidingkokers passen. Dus we hebben ons eigenlijk als opdracht een soort van 3D Tetris opdracht gegeven. Het heeft maanden geduurd om dat te verzoenen met die matrix van elke gevel. En we hebben het dus ook in Vectorworks in 3D moeten tekenen en de doorsnedes eruit afleiden, want het was anders gewoon niet te doen om het uit te doen. En dat is een voorbeeld van zo'n snede op zo'n 3D-gebouw. Aangezien ik zal vervolgens nogal veel eisend is op het vlak van architectuur en design en detaillering. Ik heb er straks al gezegd, esthetiek is niet belangrijk. Maar het is een beetje zoals Buckminster Fuller zei. Hè? En die zei ook, het is ook trouwens een van de eerste ecologisten ervan, die zei, when I set out to design a building, I never think of beauty. But when at the end, it's not beautiful, I know I did something wrong. Dus we zijn daar ook wel mee bezig. Niet dat stijl of esthetiek voor ons vertrekpunt is, maar we zijn er op het einde van de rit wel mee bezig. Als ons grondgebruik optimaal is, als onze densiteit hoog is. Ook een voorbeeldje opnieuw van hoe we dan toch wel genieten van het gebruik van Vectorworks, omdat we daar heel gemakkelijk beelden, texturen, kleuren, schaduwen in de 2D-tekening in kunnen brengen. En waar je dus bijna als het ware in een soort van paperspace werkt, waarin je werkelijk kan testen
welke verschijningsvorm die zaken heeft. Ook als je detailtekeningen en zeer technische werktekeningen hebt. Ik heb ook al van een paar samenwerkingen begrepen dat men in Nederland iets meer met goedkeuring van werktekeningen werkt die de aannemer maakt. Bij ons gaan die dingen mee in het voortraject, in het bestek, de aanbesteding. Wij hebben hier aanbesteed met iets van 150 detailtekeningen. Waarbij de laatste print siliconen voeg. Dikte van elke millimeter metaalplaat of wat dan ook op wordt uitgetekend. En dit is zo'n voorbeeldje van een vaste raam waarbij dat de kaderpolitiek proberen achter het pleisterwerk weg te stoppen. En rechts die hele grote loggia ramen van twee verdiepingen hoog, want elk appartement heeft eigenlijk een soort van binnenterras met een vouwwand die 5-6 meter hoog is. We hebben ook de inkomhallen allemaal uitgetekend als een soort van ontwikkeling van de alle wanden en plafond en vloeren van die hal. En dan zoom ik even in op een van die wanden van de linkste vloer, rechts een van de muurtjes in zo'n inkomhal. Waarbij dat de puntjes van de bellen in het pleister ingewerkt zitten, waarbij er een bronskleurig geanalyseerde deur vanuit de parking in de crepie stukwerkachtige materialiteit van de hal uitkomt. De leefsfeer die daaruit komt zal hier op kunnen lijken. Ik ga een paar renders tonen. Waarbij ook de er zit een meter grond, 1,20 meter grond op de parking. Dat is een ontwerp van Michel de Vigne, waardoor we echt ook die buitenkamers als kleine groene vierkante stukjes half verwilderd terrein kunnen vormgeven, waarbij het ook opnieuw niet allemaal mensenruimte moet lijken en waarbij groen bij voorkeur nog iets anders is dan gemillimeterd golfgras. Maar je ziet hier al heel goed die grote loggia's, die dubbelhoge ruimte die in elk appartement aanwezig is. En die ook volledig open kan. Waarbij je ook in het appartement zelf die dubbelhoge ruimte in de woonzone heel makkelijk kunt voelen. Waarbij je ook ziet, dat gaat wel snel, als ze open staat wat een soort van inpandig, maar toch terrasgevoel. En het mag in de zomer al eens een beetje motregen, dan kan je toch nog altijd van dat soort ruimte genieten. De appartementen of de woningen hebben bijna geen dragende muren binnen, dus je kan verschillende layouts in die dingen gaan maken. We hebben aan de kant van rechts heb je de. Dus hier zit die plaatslagerij, dit is een van de grenzen van het domein. En hier hebben we dan de ateliers van de Voort, gebouwd eigenlijk als een soort van een gebouw met een zeer scherp dak. De doorsnede is zo dat de hoogste muur met een absorberende houten wand naar die plaatslagerij staat als een soort van geluidswol. Dit zijn renders van het bestaande gebouw. Hier links zie je het gebouwtje waar de klok van Anish Kapoor hangt. Hier halen we gewoon het dak weg, halen we de bogen, halen we het metselwerk uit de bogen. En loopt het groene dek dat je hier tussen de cube ziet gewoon door in die ruimte. Met hier het Grand Café, het museum en daar het onthaal van vervoer. En daarbovenop nog een stukje fitnessruimte met zicht daarachter op het kanaal. Aan het kanaal zelf kom je dan in een soort van boomgaarden, fruitpuin en secret garden terecht, waar ook recepties en walking in georganiseerd worden. Zicht van aan de overkant van het kanaal, appartementen in de silo's, die zitten bij het architectenbureau van Stefan Beel. En dit doen wij. Het leuke is dat je op het einde, we hebben dan een digitale maquette laten maken, niet van ons bureau, maar van Voort heeft deze render zelf laten maken, waarin de 3D-modellen van de drie bureaus samengezet zijn. Dit lijkt op een maquette, maar het is een render. Het is geen hout, heeft het wel als een houten maquette laten renderen. Wat je ziet is dat die brainstorm-sessie van 3 jaar geleden in dat kasteel er wel voor gezorgd heeft dat die drie bureaus iets gemaakt hebben dat bij elkaar past. Nadat we dat brainstorm weekend gedaan hebben, is elk bureau 3 maanden aan de slag geweest. De eerste keer dat we terug met de 3 bureaus samenkwamen, bleek alles rond wel te passen. Omdat we heel goed wisten op voorhand waaraan we begonnen. En misschien ook omdat we niet met vorm bezig waren, maar met woonkwaliteiten en ruimtegebruik. En hoe je kwalitatief kan verdichten en waar het dan wel om gaat. En dat is je goed voelen met de zon op je neus en je kinderen kunnen zien buiten spelen vanuit de zon. Dat soort dingen meer. Ik ga ook een beetje inzoomen. Dus hier zie je nog, dus hier komen de appartementen in de silo's. Dit zijn de bestaande gebouwen die nu al in gebruik zijn. Dit zijn oude pakhuizen die 2 verdiepingen worden opgetopt en die zitten vol met lofts. Hier hebben we die geluidswal van ateliers en kantoren van Vervoort. Die gaat dan ondergronds via de parking via een tunnel naar ondergrondse stockageruimtes voor opslag in antiek. En dat eindigt dan die tunnel hier in zijn toonzaal. Daarbovenop zitten onze 4 wooncubes. En het dek dat doorloopt onder deze pergola naar het museum, het Grand Café en de wellness. En op die punt komt de kantoortoren. Dit is de steeg waar zich hier
de metaalplaatzagerij bevindt en dit is hier tot het kanaal. Even van iets lager standpunt, meer horizontaal zitten. En zoom op hier de pakhuizen en hier onze cubes met de tussenliggende tuinen. Dit zijn de kantoren en de ateliers. En hij zegt van op een van de clubs waarin je duidelijk die alternering van buitenruimtes en gebouwde vormen kan zien. Dus dat is een beetje een voorbeeld van nog een complex project. In totaal 60.000, 70.000 vierkante meter, waar ons bureau er ongeveer 35.000 al voor zijn rekening neemt. Men is nu beginnen graven en men begint binnen 2 maanden met de ondergrondse parking. En is al voor een stukje bezig met de silo's, de ontmanteling te doen en nog de nodige voorbereidingen te doen voor die bureaus, hun opdokking en hun transformatie. Ik ga naar een ander brownfield. We hebben in Vlaanderen heel veel koolmijnen gehad die 10, 15, 20 jaar geleden, sommige 30 jaar geleden al gesloten zijn. Een ervan ligt vlak bij de stad Genk in Winterslag. En er zijn verschillende ontwikkelingen gekomen. Er is ook een heel mooie naam voor die plek bedacht door de zoon van de mijnwerker. De stad Genk heeft een wedstrijd uitgeschreven voor de eigen bevolking om de naam te bedenken voor die plek. Omdat het een cultureel centrum werd, een school. De math faculty is media arts en design faculty. Een bioscoopcomplex, een beeldhouwersatelier, een incubator voor bedrijven en dergelijke meer. En die mijnwerkerszoon die had het niet beter opgevonden dan het woordje C-mine te noemen. De C, koppelteken mine. De C van kijken, het is een bioscoop. De C van cultuur, mine, het is van mij, het is een mijn. En ze wordt eigenlijk een heel mooie gebalde naam waar al die verschillende lagen van die ontwikkeling in zitten. Wij hebben op de site ongeveer hier ergens, want deze keermuur die moet je goed in de oog houden, die zie je vandaag de dag nog terug. Dit is een bioscoopcomplex geworden, dit torentje, als je dat even in de gaten houdt, dan zie je de situatie vandaag. Hier staan die torentjes nog. Dit is die keermuur. Hier staan 2 grote schachtbokken. Maar de kabels, hier was de machinezaal, de kabel liep naar boven en dook dan hier naar beneden. 800, 900, 1000, 1200 meter. Ik heb een van de laatste mijnen nog bezocht, 30 jaar geleden. 35 graden warm, 80 centimeter hoog. 400 meter lang kruipen. Het mag niet claustrofoob zijn, maar het is indrukwekkend. Daar hebben wij hier de media en design, dus de math faculty, ook gerealiseerd. Voor ons opnieuw een interessant stuk, omdat je geen nieuw buitengebied aansnijdt. Je gebruikt eigenlijk opnieuw industrieel leegstaand patrimonium, vervuilde gronden eventueel. En de stad had onder ons gebouw, in de dikte van die keermuur, die 5 meter hoog is, al een zeer grote L-vormige ondergrondse parking gebouwd. We kregen in de wedstrijdfase enkel een rechthoek en het draagvermogen van al de kolommen. Dus we hadden eigenlijk al geen vrijheid meer van het gebouw moest een rechthoek zijn, in plaats van de kolommen nog opgevallen. En daar hebben we eigenlijk hadden we een dubbel probleem. Het budget was berekend op de som van alle netto oppervlak. Ja, ongeveer 35-40% tekort, want je dikte van je gevel, je structuur, je leidingkokers, je schacht, je liften en je sanitair is ongeveer 35-40% van het totaal oppervlak. Dus we hadden die schooldirectie gezegd, jullie hebben te weinig subsidies aangevraagd, we gaan de helft van dat tekort kunnen wegstoveren, maar niet meer. De rest zullen jullie zelf moeten dichtfietsen. Wat we gedaan hebben is eigenlijk in de briefing van de wedstrijd alle programmaonderdelen gaan opzoeken die geen stilte of geen privacy nodig hadden om les te geven. Gelukkig is het een math faculty, die geven ze les in media, arts en design. En daar zit nogal wat lawaai tussen. Product manufacturing, videokunst, groepswerk, allerlei teamactiviteiten. En we zitten we gaan dus geen gangen maken en klassen, maar we gaan de gangen gewoon 30 meter breed maken. Dan is het breed genoeg om een aantal van jullie leeractiviteiten. We gaan een heel groot landschap maken in de school. En dat zie je hier, dat is die gordijngevel die overal in het gebouw komt kijken. Beter nog hier zien. Waar de bibliotheek, alle collectieve zalen, het teken- en schilderatelier,
bedrijf, de bibliotheek, alle meeting points, alle overlegstructuren, de grote computerzaal waar ze video editing doen, die geen donkere kamers nodig hebben, uiteraard al de rest niet, de opnamestudio's. Het atelier naakt schilderen zit niet in het landschap, zodat die modellen kunnen dat niet vertragen, enzovoort. We hebben een specifieke gevel ontworpen, in dat voorbeeld is dat ook beter te zien. We hebben eigenlijk een gebouw, een betonstructuur, dan foamglasisolatie en dan op een zekere afstand geperforeerde, gegalvaniseerde staalplaten. Gewoon willekeurig overlapt als schubben. Die dingen die zijn door de galvanisatie of lichtjes krom getrokken, dat mag niet uit. Gewoon eraan geschroefd als een soort van geschubde huid die volgens ons perfect dezelfde taal sprak als de torens van die liften die ook in grijs staal zijn. Dus opnieuw, esthetiek komt op het einde van de rit toch altijd even kijken, maar we zijn er niet van vertrokken. En wat leuk is, die geperforeerde staalplaat, daar zitten alle andere locaties achter. Dat is ook een ideale zonnewering, dat is 50% perforatie. Als je daar vlakbij staat, kan je zelfs een nummerplaat lezen van een auto. Als je door die plaat naar buiten zou. Maar dus s'avonds doet men achter die staalplaten die locaties op waar licht brandt. Dan zie je die plotseling verschijnen. Dus eigenlijk ook nog eens, behalve de industriële taal van de mijnindustrie, heeft het ook de beetje sensuele en meer vrouwelijke taal van een doorkijkboos. Wat we een heel mooie dualiteit vonden in dit soort van context, waar het nu eigenlijk ook een culturele bestemming als het zitten krijgt. En we vinden het eigenlijk wel samengaan met het avondlicht van die liftentorens hier. Met de taal van de beschermde stukjes erfgoed, of stukken erfgoed die op de site aanwezig zijn. Nog zo'n hopeloos geval. Een brownfield midden in het stadje Leuven. Ik denk dat 30 jaar onontwikkeld is gebleven, omdat het in het midden van een bouwgebied ligt, van een klein bouwblokje, waar alle omwonenden lid zijn van een zeer actief actiecomité. En er zijn al 7 ontwikkelaars geweest die daar na 5 jaar, bij ons heet dat de Raad van State, het hoogste gerechtshof. Dus als je in beroep gaat en nog eens in beroep en nog eens in beroep. En als je dan weer bonus hebt met veel tijd, dan haal je dat niet als ontwikkelaar. Dat was een oude brouwerij, en ook een stukje weer een stokkerij, dus we blijven altijd in de dranksector zitten, blijkbaar. Vooraan hier op het eerste stukje van het binnengebied, rechts de oude stallen en wat werkplaatsen. En in het midden dat hoge gebouw is een mouterij waar de droogvloeren in zaten waar men mout in droogt en hop in droogt. Achter die mouterij lag nog een stukje braakland, wat eigenlijk vlak op de deilen, midden in het centrum van Leuven uitkijkt. Maar rondom rond ben je omringd door kleine arbeiderswoningetjes van 4 meter breed en 8 meter diep met een tuintje van 3 meter en die kijken naar recht op dat ding. De meeste ontwikkelaars hadden die oude rommel afgebroken, maar je moet die grond zodanig veel vertalen dat je daar 6, 8, 10 hoog moet gaan en dan wordt heel die buurt gek. Dus wat we gedaan hebben is gevraagd aan een ontwikkelaar die bij ons komt, die zei, zien jullie daar een mogelijkheid om iets mee te doen? Geef ons nu eens de lijst van die 5 à 6, 7, 8 jaar protesten. Wat hebben die mensen eigenlijk allemaal gezegd en gedaan en gezien en waar waren ze bang van? En dat is ons mission statement geworden. Van oké, dat mag niet, die wil dat niet, die wil dat niet, die is zijn zon kwijt als we dat doen. Ik zeg oké, maar als we dan die densiteit zo hoog willen houden dat je voldoende vierkante meters wil kunnen verkopen, dan mogen we niks aanbreken. Natuurlijk moeilijk, want die mouterij in het midden die heeft vloeren en ramen om de 1,80 meter. En die droogvloeren die moesten opbrengen, dus die arbeiders die moesten toch zo mals staan schoffelen, dus dat had allemaal geen belang. Maar hoe breng je daar dan normale verdiepingen in? Het gebouw was ook niet gefundeerd. Na een meter graven zagen we dat de verbrede metselwerkmuren gewoon op de modder stonden, want de vette klei van de deilen was vlak weg. Dus we hebben het hele ding op micropalen moeten zetten. We hebben een tunnel, een ondergrondse parking naast de rivier gemaakt. Wat we ook gedaan hebben, en hier komt Vectorworks weer even kijken natuurlijk, omdat dat leuk is om met interactieve lagen, tekeningen en foto's te werken, is die hele mouterij eigenlijk gehouden en ze eerst helemaal dichtgemetst. Met een iets andere steen die ook 2 centimeter dieper staat. Hier zie je dat bezig. Eens wat oranje. We hebben zelfs de verzakte penanten mee laten verzakt staan. De muur leunde 45 centimeter naar voren. Hebben we ook gehouden. Het hele ding, schots en scheef zoals het is. En eens die muren dichtgemetst, zijn we er met de slijpschijf smalle, hoge ramen in beginnen uitslijpen op een totaal ander patroon. En dat is eigenlijk wat men in de
literatuur in het boekenonderzoek een palimpsest noemt. Dat is oude perkamenten waarbij men, omdat perkament zo duur was vroeger, uitwaste. De inkt liet drogen en opnieuw schreef. En als je dat op de juiste manier verwarmt, kan je die verschillende schrifturen zichtbaar maken. En dat willen we eigenlijk ook doen, dat we het schriftuur van het door ons dichtgemetste deel, door die steen verschillend van kleur te maken en iets dieper te zetten, bleef dat raster van dat oude raampatroon eigenlijk altijd zichtbaar ingegeven. En je ziet dan, als we volop bezig zijn met het uitslijpen van normale verdiepingshoogtes. Die muren zijn 40, 50, 60 centimeter diep, dus we zetten die ramen ook heel diep. Heb je oogkleppen, dan kijk je niet meer binnen in die tuintjes hier. Dat we dit houden, daar kon de stad niks op zeggen. Maar iets afbreken en opnieuw zo'n toren zetten, hadden we nooit vergunning voor gekregen. In het stukje braakliggend terrein achter de motorij, dat is van waar deze foto gemaakt is, hebben we dan een ondergrondse parkeergebak gemaakt en nog 6 stadsvilla's opgezet. En die zie je hier in de voorgrond staan. En daarachteraan zie je het eindresultaat. Je kan hier heel duidelijk, bijvoorbeeld hier, een patroontje zien van zo'n vroeger raam met hier, eigenlijk, naar niks gekeken. Gewoon het ene patroon en het andere, boek op elkaar. Elk patroon krijgt zijn voorrang het een over het ander. Monumenten en landschappen was op een zeker moment geschandaliseerd dat we hier durven door die boog te kijken. Terwijl dat voor ons net cruciaal was, als je dat af en toe niet zou doen, ben je niet meer trouw aan je concept. De lofts die binnenin daar dan ontstaan zijn, zijn eigenlijk toch wel interessante ruimtes gebleken. Dat is gewoon die hele mouterij over zijn hele lengte van 30 meter. Een aantal kamertjes erin, eenvoudige keuken, alles heel simpel. Maar je ziet wel, als je muur op een hoogte van 5 verdiepingen 50 centimeter uit het lood gaat, dan moet je, en je wil die ramen verticaal houden, dan moet je rond elk raam een kader zetten, dat zie je hier. Om de dikte van dat metselwerk, dat verloopt per verdieping ongeveer 5, 6, 7 centimeter, om dat uit te vullen. Ook daarop nu, een probleem is niet altijd een probleem. Als je harder toont dan wat het vroeger zichtbaar was, wordt het een kwaliteit. Ik zeg tegen mijn studenten dikwijls, als ze op een plan zitten te vroeten en vloeken, maar god, ik heb hier in dit appartement een gang van 20 meter lang, dat is veel te lang. Zeg, nee, zet een spiegel daar en daar en zet vloerspots. Als je straks s'nachts naar het toilet moet en je knipt het licht aan in je nacht, dan loop je op een landingsbaan van een vliegveld. En dus je probleem is plotseling een designkwaliteit. Dat zie je eigenlijk in de box ook een beetje zo. Alles wat we tegenkwamen, wat als problemen hebben, ik probeer te gebruiken als ontwerp, instrument. En van de reden waarom je normaal zou zeggen, weg met die handoprek, alles dat. Nee, misschien is dat de enige mogelijkheid om deze site, met die actiecomité's, met die mensen voor die doelgroep, aan die prijs nog ontwikkeld te krijgen. Dus pragmatiek opnieuw en niet esthetiek. Achter die mouterij hebben we dan nog een aantal stadvilla's gebouwd, die eigenlijk puur het resultaat zijn van blinde vlakken en zichtvlakken die allemaal te maken hebben met die privacy issues waar die buurt zo gevoelig mee was. En bijvoorbeeld deze gevels, die kijken hier, dus dit is een stukje blinde muur dat over de hele lengte van de site aan de achterzijde blind is. Terwijl hier tussen tuintjes van 3 meter diep, maar wel de hele lengte van de woning, dus parallel met de woning. Dus eigenlijk hele brede, hele ondiepe tuinen. Om de privacy en die bezonningslijnen. Die terrassen zijn door gestableerd glas onzichtbaar. Deze woningen hebben een zelfgevel in glas, een noodgevel die volledig blind is. En zo staan er 3 achter elkaar om patiotuinen te maken zonder inkijk. Alles is hier zon en inkijk en woonkwaliteit op elkaar gestapeld, opnieuw een beetje als die matrix uit het vorige project. Dus die vormgeving is bijna een mathematisch resultaat van een aantal requirements die je uitschrijft in functie van je analyse van de plek. Ook een moment waarop, zeker als je die detaillering hier bekijkt, waarbij ramen, aansluitingen, detailleringen, een nadeel van natuursteen, glas, allerlei posities, opnieuw heel veel detailtekeningen in het voortrekken moeten doen. En is hier bijvoorbeeld zo'n privacy. En dit is tuin, gelijk voor het volledig in glas. De verdieping is volledig blind, want dit is het tuintje van de buurt, dit is ons tuintje. Het is 3 meter diep, maar het is wel 15 meter in de andere richting. En dit is een heel heldere natuursteen, want die reflecteert de namiddag zo naar die buurt. Naar die buur. We hebben een project voorgesteld, de hele buurt is komen kijken, er was geen eindbezwaarschrift en we hebben het kunnen realiseren. Dus het kan blijkbaar, dat mensen luisteren en toch nog architectuur proberen te maken, maar het is absoluut. Het is niet eenvoudig. Nog een brownfield. Een groot terrein vlakbij de Ring van Leuven. Een voormalig rankeerstation, een onderhoudstation van de treinen. Belgische spoorwegen.
wordt ontwikkeld in verschillende stappen, in verschillende wedstrijden. Het ging in ons geval over dit stuk. En de Leuvense ring is ongeveer hier ergens. Misschien nog 30 meter lang. En dit is eigenlijk al een randgemeente, Kesselo, met hier de kerk. Maar goed, die gemeenten zijn in de jaren 60 en 70 gefusioneerd tot verschillende gemeenten. De spoorwegen doen zoveel onderhoud niet meer aan een wagons, dus dit kwam volledig vrij. Hij heeft 10 jaar leeggestaan. We hebben allerlei kringloopwinkels en experimentele activiteiten ingezeten. En dan hebben ze toch beslist van het te activeren. En de wedstrijd ging over dit stuk, hier vooraan. Deze ateliers zijn beschermd, daar komt de bibliotheek in, die niet, die waren nog structureel in minder goede staat. En daar moest dus een ontwikkeling op komen van een totale 140-tal woningen. Maar men vroeg wel, kan je iets doen in je architectuur, in je stedenbouw, die een echo is van gebouwen die er toen waren. En dan heb je natuurlijk opnieuw de vraag die we er straks al hadden. Niemand wil in een legbatterij van 100 dezelfde woningen zitten. Dat is wel het goedkoopste, maar hoe kan je elk zijn individualiteit geven in zo'n grote seriematig gebouwenproject? Dit is, de kerk staat hier, dus de luchtfoto dus straks was van hier ergens genomen, in die richting gekeken. Nu zien we de hele site hier. De ring van Leuven is nu aan die kant en de treinen kwamen zo de site binnen, waaierde hier uit en draaide zo de verschillende ateliers binnen voor onderhoud van de locomotief en voor het reinigen van de wagons. Het is een beetje het masterplan, het resultaat van de wedstrijd. Een 180 meter lang woonblok met verspringende volumes langs de steenweg die de invalsweg is van Leuven. En 3 woonstraten achteraan. Wat we eigenlijk gedaan hebben is betrokken van de footprint van de bestaande gebouwen. En die is ingevuld van wat als we die rand zouden bebouwen met dezelfde vorm. Ja, dan heb je hier een binnengebied van 8 meter en heb je direct ruzie. Hier een binnengebied van 2 meter, dat lukt helemaal niet. Maar zelfs als je ze wat spreidt, conflictueuze relatie, tuinstraat, niet zo simpel. En dan is er een what-if moment gekomen. Hè? What if als we de straat en de tuin wisselen? Het is als een sok inside-out. Wat als je nu eens anders gaat kijken naar de bouwblokken? We zaten al bij de trein en als je wie met de trein rijdt, die ziet dat. Hè? Al die achterkanten van woningen, die zie je van op de trein. Daar zie je de bewoner die zijn huis van hem maakt. Daar zie je de rommel, de duivenkot, de berging, een stukje chalet. Stukje, maar wel van mij. Kaas eten met vrouwen, kinderen, lekker rommel. Dus dachten we, goed, als dat herkenbaar is, als dat woonkwaliteit is, waarom is dat dan niet de voorgevel? En wat als we nu eens de straat en de tuin wisselen en de achtergevels strak uitlijnen en waar de tuinen vroeger waren in het binnengebied, de straat leggen. En die gearticuleerde gevel. Je mag s'avonds nog zo zat zijn als je thuis komt, herken je je eigen woning, want ze is anders dan die 139 andere. Dus dat is leuk. Het nadeel is dat je als architect 140 verschillende woningen moet ontwerpen. In plaats van 1 keer een woning 140 keer te herhalen. Oké, we hebben dat redelijk slim gedaan. We hebben gespiegelde types genomen, we hebben een paar varianten in eenzelfde type gestoken, zodat we er nog een tiental in een paar A, B, C en D subvariantes moesten maken, die allemaal op dezelfde 6 meter structuur pasten. Dus we hebben het rationeel en economisch haalbaar gedaan voor de aannemer, want het was een PPS-project waar ook een economisch prijskaartje aan vasthing. En het moesten budgetwoningen zijn, dus we konden het echt niet gek doen. Maar het werkt nu wel. En de woonstraten zitten op een parkeerbak. En die woningen zijn allemaal verschillend. En die zitten vol met kinderen, het is een half woonerf. En bovenaan zie je telkens in 2 straten, in 2 zichtrichtingen. De inkomenszones met gearticuleerde volumes. Achteraan zie je de tuingevels. En ze mogen in hun tuin een chalet zetten, een barbecue ding bouwen, een vijver maken, een glijbaan. Maar van hun achtergevel moeten ze afblijven. Die blijft strak. Dat is de regel in dit ontwerp. Voor af te sluiten ga ik er nog eentje tonen. We zijn nu trouwens in dat project met de laatste van de 3 woonstraten bezig. Dus binnen een jaartje is het gedaan, is het opgeleverd. We zitten daar wel met een dichtheid van 60 woningen per hectare. Ik ben gek van hoogbouw en dat moet meer en meer ook in dorpen vinden. Maar af en toe zie je dat je het ook in 3-4 bouwlagen toch zeer hoge dichtheid kan realiseren. Dus het moet ook niet altijd in toren zijn. Dit is een wedstrijd die we 3-4 maanden geleden gewonnen hebben, waar we nu met de voorontwerpfase bezig zijn en binnen 3-4 maanden de bouwvraag zullen indienen. Het is een heel groot ateneum, het koninklijk ateneum van Koekelberg, in de jaren 50-60 hier gebouwd. Ondertussen, vandaag, wellicht een beetje
2-3 kilometer van het centrum van Brussel. Al serieus omringd door grote appartementsgebouwen, maar nog steeds een echt Sion. Complex, modernistische vleugels in het groen. Ondertussen een atheneum waar je van 3 tot 18 jaar naar school kan gaan. Van kinderdagverblijf tot de laatste graad van wat wij de humaniora noemen, vlak voor je naar de universiteit gaat. Het was een wedstrijd waarbij we in tweede ronde uitkwamen tegen de goeroe van de scholen, Herman Herzberg. Dus wij schrikken. Maar goed, we hebben ze toch gewonnen. Herman Herzberger is volgens ons ook niet meer wat hij vroeger was. Hij is een beetje aan de retour. Zijn bureau wordt er een heel ander op pad gerund. Maar een deel van zijn concepten zijn ondertussen natuurlijk verworven kennis voor de meeste architecten. En zijn voor een stukje ook al opnieuw verouderd. Je hebt dan opnieuw lesgevers die zeggen, ja, geef ons maar een mix. En dat experimenteel gedeelte, dat kan niet overal. We hebben voor wiskunde en Latijn echt wel een concentratieplek nodig die stil is en waar het niet allemaal interactief en gemengd mag zijn. Dus krijg je hybride scholen met allerlei complexe zaken. Maar ik ga terug naar ons ecologisch debat. Een van de grote vragen van de wedstrijd was, behouden of niet? En ik ging er eigenlijk vanuit dat als je dit niet kan behouden, dat je niet meer goed bezig bent. Het was een zeer mooi ding, met heel veel tuin. En belangrijk, je ziet dat in het kleine schermatje linksboven met een hoogteverschil van 12 meter op het terrein. 3-4 verdiepingen verschil. En dat modernistisch project had daar niks mee gedaan. In het bovenste schema zie je dat elke vleugel stond eigenlijk te paard op 2 stukken maaiveld. Aan de ene zijde had je een vlak gemaakt buiten het terrein hier, aan de andere zijde 3 meter lager. En daardoor liep je ook verloren in dat gebouw. Ondanks het feit dat het een simpel H-vormige structuur was, omdat je nergens zag aan welke buitenruimte je nu grenste. Dus was ons concept eigenlijk, dat dingetje daaronder, laten we die contactzone tussen het rationele grid, laten we daar mee gaan rommelen. Dus laten we boven het rationele grid houden en versterken. En laten we de zone onderaan gebruiken om alle collectieve dingen in te stoppen. Alle interactie, alle ontmoeting, de polyvalente zaal, het muziekatelier, de naschoolse opvang, allerlei activiteiten die niet in het klassikaal gebeuren thuis worden. En dus hebben we eigenlijk, en je kan dat in de taxonometrie heel goed zien, een nieuwe sporthal toegevoegd, ook een nieuwe vleugel hier. Heel wat gebouwen hebben op pilotjes gezet om overdekte speelplaatsen bij te maken. Ik ga nog even terug moeten. Dit is mijn eigen leven gaan werken. Dus en hier hebben we een grote zaal die eigenlijk half onder een nieuw soort van maaiveld ligt met een getrianguleerde sequentie van glasplaten en grasplaten. Met hier een nieuwe turnzaal op pilotjes waar de parking onder zit. Dus we hebben de school ongeveer met 20% uitgebreid, maar alle parkings zijn weg, zijn onzichtbaar. De onder de volumes, alle speelplaatsen die verhaard zijn, zitten onder de parking. En al de rest is groen geworden. Dus de hoeveelheid groen is met 20% toegenomen, ondanks het feit dat de school verdicht is. Dus we proberen ook hier, achteraan zal hier 10-15% van het terrein mensenvrije ruimte worden. Ook niet toegankelijk voor de school. Laten verwilderen. Een boom die omvalt, laten rotten. Oké, als er pest uitbreekt in die site, wel gecontroleerd verwilderen, maar wel proberen om ook stedelijke fauna en flora aan te trekken door een rustzone te maken. In Manhattan is er een kunstenaar die 20-30 jaar geleden een stukje van een blok omheind heeft als kunstproject. Het is nu een beschermd ecosysteem. Wij zijn daar al 30 jaar weg. Daarom dat het er zo goed gaat. We moeten dat echt beseffen dat dat voor ons een cruciale reflex moet worden. Om niet alles te pakken. We proberen dat langzaamaan. Onze klanten hebben het moeilijk. Je moet zeggen, van, het is niet helemaal, je hebt het betaald, maar het is toch niet helemaal van u. Dus dat is echt iets dat niet in onze traditie zit en op de volgende is ons op termijn toch wel zullen moeten leren. Dat geeft het een beetje als renders. We ontdekken eigenlijk in de noordpunt van die driehoek een heel mooie boomgaard. Maar de school gaat binnen langs de parking. Dat is een dode hoek die de school nog nooit gebruikt heeft. We hebben de hoofdingang van de school gemaakt. Die ligt ook vlak bij de tramhal. Die school met minder mensen die met de auto gebracht worden. Meer kinderen die met openbaar vervoer komen. De gelijkvloerse zone van die blokken hebben we opengemaakt, waardoor dat ook op kolommen komt te staan en we daardoor wat ik de speelplaatsen kan. We hebben tussen de gebouwen in, waar nu de enige speelplaats ligt, een stille tuin gemaakt. Met daaronder, je ziet dat hier tussen die driehoekige gespleten glas, hier beneden de refter, de polyvalente zaal. Een wandelpad. Alle speelplaatsen liggen buiten in het groen, buiten de H-vormige figuur. In de H-vormige figuur ligt een stille tuin met één boom. Die staat hier in een patio in de refter, dat is de boom der wijsheid. Een beetje een symbool van rond een
kennissymbool waar de school zich rond groepeert. En dat is een zicht van op een van de buiten de H-figuur gelegen speelplaatsen. En als afsluitertje nog een klein gebouwtje waar we 4 maanden geleden de wedstrijd van gewonnen hebben. Dat moet heel snel gaan, omdat het moet opengaan voor de Tour de France 2014. Zdenek Bakala en de Quickstep David Omega Pharma ploeg van onder andere Tom Bonen, die hebben een joint venture opgericht met de KU Leuven om een Bicycle Academy te bouwen op de campus van sport aan de Universiteit van Leuven. Het is een wedstrijd waar 3 op uitnodiging, waar 3 bureaus aan deelgenomen hebben. Dat is 5-6 maanden geleden gewonnen. Ondertussen wordt het aanbesteed. We verwachten binnen 1 week de prijzen van de aannemers. Het moet kei snel gaan. Het is maar 1000 vierkante meter, het zijn 2 bouwlagen. Wat komt daarin? Prestatiemeting, prestatieverbetering. Op natuurlijke wijze. Dus research over wat je eet en dat om een half uur je prestaties gaan meten, hoe je slaapt. En op de verdieping zit een wat men noemt een altitude center. Om dure reizen naar het hoogtepunt uit te sparen, maken we daar hotelkamers die zuurstofarme lucht kunnen bevatten. Dat is geen lage druk, hè, want dan zou je van die duikersklokken nodig hebben. Het is normale atmosferische druk, laag zuurstof gehad. Om eigenlijk op die manier de positieve effecten van hoogtestage op je rode bloedlichaampjes te gebruiken om mensen hun prestaties te verbeteren. Een stukje Vectorworks opnieuw, complexe doorsneden in een glooiend terrein, complexe detaillering. Ook klimaatkamers met heel hoge eisen qua temperatuur. Het ligt aan de poort van de campus. Het is een wiel. Een metafoor met de fiets was voor ons een verte zoek. Een wiel met, je hebt het misschien gezien, met een excentrische positie van de opening in het wiel, omdat we grote en kleine kamers nodig hadden, waardoor we die variabele diepte mooi konden schikken in de ring. Dat geeft aan de buitenzijde een ophellende inkombrug. Je gaat links naar beneden, aan de achterkant heb je ondergrondse parkings. En in de ring zelf heb je dan hier wachtzalen. En binnenin opnieuw toch een stukje verwilderde tuin. Waar we ook proberen, omdat hier eigenlijk niemand die in het park rondloopt kan geraken, een stukje mini-beschermd ecosysteem te maken. En dat was het. Dank u.